als het te hoog level zijn, kan ik altijd nog doen ze van... Oh nee, ik ga weg! Oh nee, ik ga weg! Hallo mensen van GamingSB, we zijn er weer met een nieuwe Pokémon video. Nee, ik wil helemaal niet 7! We beginnen met Goud Minecraft met de Plus Ability... En de moves Ember, Smokescreen, Tackle en Quick Attack. Dan hebben we Vibratie met de Arena Trap Ability. En Metal Claw, Superpower, Curse en Explosion. Dan hebben we onze starter Slime Ball met de Rough Skin Ability. En de moves Poison Gas, Pound, Sludge en Minimize. Ook hebben we nog Lunala met de Insomnia Ability. En de moves Magical Leaf, Poison Sting, Mega Drain en E-Cheat. Dan hebben we ook nog Schimmel de Kaiork met de Minus Ability. En de moves Water Pulse, Scary Face, Asian Powder en Body Slam. Dan hebben we nog als laatste Electabuzz, oftewel Scherp met Keen Eye Ability. En de moves Thunder Punch, Swift, Quick Attack en Light Screen. Nou is jullie misschien wat opgevallen, vooral bij Goud Minecraft. En een schimmel, want de ene heeft plus ability en de andere heeft de min ability. Nou, dat klopt helemaal. En ja, ik weet eigenlijk niet of dat werkt. Als ze gewoon beide in het team zitten of ze dan gepowered worden, dat weet ik. Op zich, als dat zo is, dan is die ability helemaal niet zo heel slecht eigenlijk. Dus ja, en anders dan doet het gewoon niks. Is ook niet erg, beter dan een Truant of Slow Start. Dus we hebben hier iets leuks. Want we kunnen hier een gratis Pokémonnetje krijgen. Zelfs kunnen we kiezen. Dus ja, ik denk laten we dit gewoon doen. Ik weet niet hoe hoog level deze gasten zijn. Dus ja, we gaan ze gewoon bevechten. En dan zien we het vanzelf. Als ze te hoog level zijn, kan ik altijd nog doen ze van... Oh nee, ik ga weg. Ja, oh nee, ik ga weg. Oh shit, het is... niet zo positief als gehoopt. Oké, ik ga dit toch dan maar eventjes met Slimeball doen, want die is het hoogste level. Gaat hij ons helemaal confuse en alles? Wat een hater. Echt hoor. Pichu is wel in één keer dood, dus dat is mooi. Goud Minecraft krijgt ook nog wat XP. En we hebben een Smurgle. Nou, we weten welke moves die kan. Namelijk Sketch. Wat ik ga doen is switchen. Dan kan die niks. Ja, dat lijkt me een heel slim plan. Dus we gaan gewoon eventjes naar hem toe, dan doet hij Sketch. Het veld? What the fuck? Hij had niet verwacht dat ik ging switchen. Waardoor hij zichzelf ook damage doet. Dat is wat chill. Ik denk eigenlijk wel dat wij meer damage krijgen dan hij zelf. Maar ik had dat niet echt verwacht. Aangezien we natuurlijk een steel type zijn. Maar het valt eventjes niet helemaal mee. Dat maakt in principe niet uit. Ik weet niet, kunnen we... Oké, we kunnen die gast nu wel ontwijken. De vraag is alleen als we alles gecleaned hebben. Of we dan ook nog terug kunnen. Want anders is het zonde van de XP om die zo te laten liggen. Wat is officieel überhaupt de vijfde gym? Ik denk dat het Koga is, of niet? Dat zal wel. Oké, deze gast heeft een Ladyba. Nou, die kunnen we wel killen. Oeh, dat ging niet zo goed als gehoopt. Maar hij is wel geburnt. Dus op zich, zolang die Ladyba's heeft, is het goed. Een Glalie, die kunnen we ook wel aan. Met Drizzle. Oké, dat is wel iets. Iets minder. We kunnen naar Schimmel en dan Asian Power doen. En we doen toch een emmertje. Ik denk dat Goud Minecraft het wel aankan. Oké. Nou, nee. Nee. Dat gaat niet goed komen. Ga naar Schimmel. Crunch. Doet aardig wat. Misschien kan ik haast beter voor worden. Alhoewel, dat is not very effective. Dus ik ga dan toch liever voor Asian Power. Kijken hoeveel dat doet. Ja, ik denk dat we toch maar voor Asian Power moeten gaan. Maar ik ben er niet heel erg reden over. Alhoewel, het is goed gegaan. Daar gaat het om. Een Psychic type. Oh, die is natuurlijk super effective voor poison. Of andersom. Ja, dan kan ik het beste een... hoe heet het? Een metal ding doen. Oh, het is super effective. Wat is super effective op metal? Ground. Fighting... Fire en water natuurlijk. Dan is misschien haast het slimst om... Als die ground is, is die op slijmbal ook. Zo kunnen we haast het beste met schimmel gaan. Critical hit. Maar het doet verder niks. Het is niet super effective of zo. Dus dat is mooi. We gaan gewoon een super potion. Moet wel goed komen, toch? Ja, en dan doen we zo'n water pulse. Dan hebben we hem denk ik wel dood. Ja, precies. Door de drizzle van zijn Glalie. Dat is wat chill. Ik twijfel wel heel erg of we nu al die gast willen verslaan. Want die gast is... waarschijnlijk nog hoger level. Dan kunnen we heel goed de Pokémon gaan verliezen. Aan de andere kant, we krijgen wel een gratis encounter. Oh ja, en we missen dan
al die andere mannetjes. Maar hey, ik liep er per ongeluk in, dus te laat. Dit is wel te doen, denk ik. Metal Claw. Oké, hij doet in principe encore. Wat deed hij? Body Slam. Op zich 10. Dat is op zich niet heel veel. Encore ended. Laten we een Super Potion doen. Oké, en dan Metal Claw. Body Slam. Nog een Metal Claw. Oké, ja. Dan heb ik gelukkig niet. Oh shit, ik was aan het speed-uppen. Nu weet ik niet wat eruit komt. Ik doe maar gewoon wat. Een Gengar. Oké. Misschien kan ik haast het best gewoon met slimebal. Oeh, Confuse Ray. Kijk, dat vind ik dan wel minder. Pound, dat werkt niet. Dat was dom. Ai. Dit was niet slim om te doen. Oké, Nightshade. Velend, maar... Rough Skin. Oh ja. Oh, please niet hit in itself. Oké, Sludge. Doet hij wel. Dat scheelt. Ik ga nu healen. Shadow Punch. Oké. Dat is gunstig. Gaan we hem stallen? Kunnen ook minimize. Oef. Dat deed best wel veel. Confused. Oh ja, shit. Ik ben natuurlijk confused. Dat is nog wel een dingetje. We gaan gewoon die Super Potions. We moeten wel. We gaan zo wel hard door. Maar ja, wat wil ik anders doen? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar geen antwoord op. Dus laten we gewoon niet iets anders doen. Minimize nog een keer. Snapped out of confusion. Oké, dat is erg fijn. Dan gaan we nog een dingetje. Hij mist. Oké, dat is ook fijn. Dan doen we zo'n sludge. Confuse Ray. Oh, waarom mist hij die nou weer net niet dan? Ga ik nog een keer minimizen? Ja. Oeh, heert het zelf. Sludge. Oké, please. Nee. Ik denk dat we direct opnieuw moeten healen. Ik denk wel dat we hier veilig uitkomen. Alhoewel, we hebben nog maar 4 Super Potions. Dat is eventjes een dingetje. Alleen, ik moet eigenlijk ook attacken. Wil ik van de Confusion afkomen. Dat is wel hoe Confusion werkt, volgens mij. Oké. Slimebal, please. Oké, sludge werkt. Dat is heel fijn. Oké, dan gaan we gewoon healen. Dan doet hij waarschijnlijk een aanval. Yes, Rough Skin. Oké. Waarschijnlijk kunnen we tanken. Kunnen we tanken? Niet als we zelf hitten. Fuck it. Oh, snapped out of confusion, sludge. En hij is neer. Beter heeft hij er niet nog één. Yes, hij heeft er niet nog één. Dat is wel chill. Oké, we gaan eerst even healen en super potions kopen. Oh, we kunnen hier zelfs al hyper potions kopen. Willen we dat? Ja, we kunnen best wel wat kopen. Maar ik denk niet dat ik alles daaraan wil uitgeven. Ik denk dat we dan toch eventjes terug moeten lopen. Want ik wil ook gewoon super potions. Aangezien die toch iets goedkoper zijn. Hier een item, nice. Wel een white herb. Ik weet niet of we daar zoveel aan hebben. Maar... Oké, ik heb ook eventjes wat super potions gekocht. We gaan nu wel die gratis encounter pakken. We kunnen deze gast ook nog bevechten. Ga ik niet... Ik denk als je in het midden loopt, dan vecht je niet tegen ze. Zucht. Dat was niet helemaal zoals ik het... Ja, in gedachten had. Laten we Mega Drain. Bite, hoeveel doet dat? Ja, dat doet best veel. Dat doet best veel. En toch gaat hij gewoon door. Hé, hey, het was wel high risk, high reward. Ik bedoel, we kregen een high reward in principe. Laten we voor de Magical Leaf gaan. Ik denk dat dat meer doet dan Mega Drain. Ja, ik denk het wel. Oké, we kunnen nog eentje tanken. Als dat een crit was geweest, dus niet. Dat weten we dan nu ook weer. Oké, dat is iets voorzichtiger hadden we moeten doen. Misschien. Komt hij nu mee? Ja, daar kom ik nu mee. Wat kwam er nou uit? Ik dacht aan Flying. Waarschijnlijk een Fighting type. Ja, daar hebben we niks. We kunnen wel gewoon een Poison type doen. Ja, die is gewoon de best. Een slimebal. Ah, nice Poison. Oké, Sludge. En dan is hij neer. Skip Bloom. Nou, die kunnen we ook gewoon met Poison type doen. Ook neer. Top. Gaan we nu die andere ook aanvallen? Het is wel goed voor de XP. Ik doe maar. Oké, we gaan toch hem proberen te verslaan. Misschien was het niet slim als hij een Venusaur heeft. Ja, we hebben wel... Een fire type. Dus in principe zou je zeggen het komt goed. Niet als hij gaat sleepen. Kunnen ook met vibratie. Sweet sand. Razor leaf. Oh, dat doet echt niks. It's not very effective. Let's go. Dan gaan we dit easy. Niet als hij hem ook aan sleep doet. Oké, nee, dat vind ik te risky. Ik ga naar slimebal. En dan doe ik pound. Want een poison type werkt natuurlijk niet. Zo, lekker veel kregen XP. Dat is ook alweer chill. Oké, en de eerste die we kunnen kiezen is een Crobat. Op zich ben ik niet tegen. En een... Oeh, een Heracross of een Crobat. Dat is wel een lastige keus. Ik ga eerlijk met jullie zijn. We hebben natuurlijk al wel... Een poison type, namelijk slijmbal. Aan de andere kant, ik zie niet echt... Ja, bug fighting is wel heel handig. Alleen ik weet dan niet wie we uit het team zouden moeten doen. Maar ik ga wel gewoon voor Heracross. We noemen hem
Ik kan hem de Beatles noemen, ik kan hem ook naar een Beatle vernoemen. McCartney, dat vind ik een leuke naam. Zul je net zien dat het een vrouwtje is? Dat boeit niet, dat boeit niet. Daar gaat het niet om in het leven. Eens even kijken, hij heeft alleen Horn Attack. Op zich, zijn moveset is niet trash, maar ook niet echt goed. Shell Arm blocks critical hit. Oeh, dat is wel heel gunstig. Als we nou niet en een electric type hadden. En een, ja, we hebben wel... Roselia weg? I mean... Roselia kan ook wel handig zijn, though. Ik ga het denk ik niet doen. Ik laat het hierbij en dan gaan we gewoon het Team Rocket Hideout doen in Celadon City? Is het ja, Celadon City. Hey, gootje, hoe gaat die? Oh, ga je me meteen aanvallen? Ik vraag gewoon heel netjes hoe gaat het en meteen doet hij zo, hè. Wat een hater. Oh, nu was een fighting type move wel handig geweest. Nu een Earth Ring uitkomt. We blijven gewoon met scherp in. Ik denk dat hij dat wel aan kan. Oh, het Sandstorm wel. Ja, kan wel, kan wel. Oké, het doet natuurlijk niks, omdat we ook de Shell Bell hebben. Dat is wel chill. Oké, deze gast is in ieder geval weg. Hoe deed hij dat trouwens? De trap was nog niet eens uit. En toch liep hij zo en toen ging hij naar beneden. Hoe dan? Hoe dan? Oké, laten we deze gast ook eventjes vechten. Een Pichu. Nou, dan doen we gewoon even zo'n quick attackje. Want ja, electric is niet echt nodig. Vulpix doen we mooi met zo'n water type. Kijk. Gaat allemaal hartstikke lekker. Een Big Pearl. Dat is al nice voor geld. Dus daar ben ik niet ontevreden mee. Zeker niet, zeker niet. Oké, deze gaat ook vechten. Nidoking. Ja, ik denk dat we dan toch weer naar Schimmel gaan. Want dat is super effect. Azumarill. Het is Milan. Hey, Milan. Oh, het is een Azumarill. Nevermind. Nou ja, is ook nog steeds. Is een kleine versie van Milan. Een mini Milan, om het maar zo te noemen. Oké, Krabby. Deze gasten zijn echt laag level vergeleken. Überhaupt ook al de gym, eigenlijk. Volgens mij is de volgorde hoe ik het allemaal doe. Is niet helemaal zoals de game bedoeld had. Echt, de levels die zijn echt heel raar. Allemaal one-hit KO's, zo'n beetje. Oh, nog een Ninjask. What are the chances? Nou, eigenlijk. 1 op 356 dat je nog een keer dezelfde tegenkomt. Ja, dat is wel precies what are the chances. Dat was wel wat ik vroeg, dus in principe heb ik het goed. Ja, toch? Oké, dit zijn van die puzzeltjes. Ken je dat, zo'n puzzel? Oh, nou, misschien ben je dan toch geen Professor Layton als je dat niet kent. Oh, Burn, I guess. Vooral de I guess, die maakt de Burn heel erg af. We hebben ook een TM. 33 Sleep Powder. Oeh, die Sacred Fire kunnen we wel trouwens op dinges gebruiken. En die Zap Cannon. Ah, nee, dat is te risky. Maar die Sacred Fire, though. Nou, ik doe het eerst gewoon eventjes niet. Op zich redden we ons nu wel. Al Ember is wel trash. Dus in principe is één extra Fire type. En we hebben ook nog Heat Wave. Misschien dat ik dan haast liever Heat Wave gebruik. Want die is wat slechter. En precies daarom juist. Want dan, stel ons team wordt weer een keer gerandomized. Dan hebben we nog wat. Ik wil eigenlijk Smokescreen wel gebruiken. Oh, Tackle is in deze game slechter dan Quick Attack. In normale games is hij zelf alleen... Ja, Quick Attack mag eerst. Volgens mij heb ik het verneukt. Nee. Oké. En dan hier naar boven voor die Pokeball. Ah, boom. Volgens mij zag ik nog een Pokeball er. Ik heb geen idee. Oh, nu zijn we weer terug bij af. Ik denk, wat is daar? Ik ben heel benieuwd. Nou, dat is waar je begon. Maar volgens mij moeten we deze puzzel pas laten... Nee, oké, er zit ook een... Nog een... Pokeballs, dat is wel echt chill aan de Team Rocket Hideout. Er zijn zoveel Pokeballs. Deze gasten gaan we even thundershocken. Ja. Dan een Noctil. Die kunnen we... Ja, die kunnen we eigenlijk wel gewoon het best met scherp doen. Zo'n thundershock. Scherp is wel best wel hoog level eigenlijk. Zo'n Lilief kunnen we daarentegen dan weer beter met Water Pulse doen. Ik weet niet waarom ik ineens in het Engels begon te praten. Dat is niet helemaal de bedoeling. Misschien mogelijk. Een Starmie. Nou... Die kunnen we ook wel eventjes killen. Een Groudon. Daar hebben we een tegenaanval voor. Een Waterpulse. Een boom. Dat is wel chill. Nou, dan is die ook weer leveltje omhoog. Minecraft kunnen we nu het best inzetten. Oh shit, nu heb ik niet gezien wat er uitkwam. Ik ook altijd met mijn speed-up. Met chop. Ik denk dat we dat wel aan kunnen. Ik bedoel, we zijn al 6 levels hoger sowieso. En het was een critical hit. Nog beter. Vibratie staat er nu het slechtst voor. Qua moveset. Of qua level. Dus ik denk dat we nog één omlaag moeten. Oké, deze gast gaan we verslaan voor die Pokeball. Hier gaan we eventjes snel eruit. En dan doen we dat eventjes met
Lunala. Ja, en dan is die een leveltje omhoog. Dat is mooi. Dan gaan we gewoon Lunala proberen. Ja, fuck it. Waarom ook niet? Psycup. Die TM hebben we zo net gekregen. Die pakte ik op. Op zich geen hele goede of zo, maar ik vind het ook raar dat een Psycup is schijnbaar... Liefstone. Maar dat is schijnbaar een normal type move. Oké. Nooit geweten. You learn something new every day. Deze gast had ik gewoon ontweken terwijl ik dat niet eens probeerde. Oké. Oh, Magnapool. Oh, dat is wel... Oké. Ik denk dat we hem wel aan kunnen. Oké, zolang die rollout doet, dat moet je een paar turns doen voordat je mist. Dus dat is op zich wel gunstig. Metal Claw. Oké, hij is nu wel neer. Dat is mooi. Deze kunnen we best met Water Pulse doen. Dus ik ben wel blij dat die Bulma geen... Wailord, dat hij geen... Hoe heet het? Water type attack. Want ja, dan waren we er misschien wel geweest. Oké, we kunnen nog een keer... Oeh, Hyper Fang. Oh, Hyper Fang is niet... Welke is degene die altijd halveert? Er is een Fang move die altijd halveert. Alleen, ik dacht dat het Hyper Fang was. Schijnbaar niet. Het zal dan wel Super Fang of zo zijn. Found the Black Belt. Oké, leuk. En hier hebben we de Shell Shell. Ik dacht dat dit de card key was. Oh ja, die krijg ik van die gast. Hoe Signal Beam, die is straks voor dingetje wel handig. Voor Heracross is die wel handig natuurlijk. Dus dat is op zich wel gunstig. Met je Colleaf. Niet eens een leveltje omhoog. Nou, deze Dugong gaat vast wel een leveltje mee omhoog. Ja, topper. De lift key, kijk. Die zochten we net. Zo, de lift kunnen we nu in. Welke vloer zouden we moeten? Ik heb echt geen idee. Oké, gaat deze deur automatisch open? Als je met ze vecht, of moet je die ook nog halen? Dan moet je die waarschijnlijk bij dinges halen. Nou, je moet wel met ze vechten, dus ik denk het haast niet. Oké, ik heb geen idee wat we tegen hem moeten doen. Stunner Punch? Oeh, hij deed best wel veel damage eigenlijk. 37, ja. Dat ga ik niet risken. Gaat die Whirlwind doen? Wat een loser. File Throw. Oh, en dan missen we ook nog. Arm Thrust? Oké, doe dat maar. Oh, dat is chill met Ability van Slijmbal. Rough Skin. Oké, die Golbat kunnen we wel eventjes met Thunder Punch doen. Oké, en dan hebben we nog een Mew. Een Mew? Gast. Doe nou geen Legendary Transform. Oh, dat is op zich... Dan kunnen we best met Minecraft. Oh ja, we hebben nu Area Trap. Dat was ik eventjes vergeten. Superpower. Is dat ook super effective? Ja, dat is ook super effective op Metal. Dus hij kan ook superpower op mij doen. Tweede helft. Hij mag alleen dan niet critten. Maar mijn stats zijn gelowerd van superpower natuurlijk. Curse, oké. Metal Claw gaat denk ik niet killen. We waren wel eerst. We doen gewoon superpower. Oké, het hit wel. Pew, dat ging maar net goed eigenlijk wel. Toch wel. Deze gast hebben we zeker nog niet bevochten. Nope. Dus dat gaan we ook niet doen. Oké, ik heb ondertussen eventjes geheeld. Dus we kunnen nu er weer tegenaan. Area Trap. Waarom heeft iedereen een Area Trap ability? Oké, Superpower. Dat killt hem wel. Electabuzz. Nou, die hebben we zelf ook. Maar we doen het eventjes met Lunala. Waarom met Lunala? Geen idee. Eigenlijk. Ik ga eerlijk met jullie zijn. Ik heb eigenlijk gewoon geen idee. Maar ja, die is op zich wel redelijk laag level. Wacht, dit kunnen we best met... Vibratie doen, want die heeft een... Oh, wacht, dat is natuurlijk niet super effective, omdat... Ja, hij is ook psychic. Oké, en dit is dan... Ja, dit is Giovanni. Laten we Schimmel voorop zetten, want die is het laatste level. En dan zien we wel wat ons te wachten staat. Let's go! Oké, hij heeft op zich niet hele hoge Pokémon. Ik bedoel, het zijn nog... Hoger level, dus dat is wel chill. We zijn ook eerst, dus dit durf ik wel aan. Ja, een Charmeleon. War Turtle. Aerodactyl. Het enige wat ik ken. Het spijt me. Het spijt me dat ik niet die hele rap ken. Oké, een Brawls. Waarom ga ik dan met Slijmbal in? Dan kan ik beter met hem in en dan gewoon Metal Claw spammen. Zie, ik zei het toch. Het kostte wel even 3 hitjes, maar... Ja, op zich... De Silphscope. En dan kunnen we nu de... hoe heet het doen? Dan kunnen we nu de Pokémon Tower doen. En de Pokéfood krijgen. Zo, we gaan eerst nog eventjes deze gast inmaken. Met zijn Meganium. Het is slow ook. Maaien we ook eventjes neer. Oké, dan hebben we nog een train. Oh, die hadden we al verslagen. Kijk.
Dat is fijn, want ik had eventjes in beeld. Hierbij sluit ik dan de aflevering af. Vond je dit een leuke video? Doe een blauw duimpje omhoog. Als je niet, vertel je waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer. Laters!